In 2023 zagen we een enorme toename van het aantal zomerscholen. Meer dan 250 steden en gemeenten hebben zomerscholen ingericht. Dus dat was een enorme toename naar aanleiding van de vorige jaren. Daarin was er plek voor bijna 16.000 leerlingen, waar we enkele jaren geleden nog maar 7.000 leerlingen bereikten. Dus we zijn echt wel naar een verdubbeling in bereik gegaan. Ja, het was heel interessant om verschillende mensen te spreken, te horen op welke verschillende manieren het allemaal aangepakt wordt. Want daar zitten hele grote verschillen in. En daarin zitten ook zeker ideeën die de moeite waard zijn om te overwegen of mee te nemen. Dus die ik ook graag mee zou willen nemen naar overleggen. De lezing die we vanochtend hebben gehoord van Pedro, waarin hij echt concrete tips gaf om mee na te denken hoe je nog kwaliteitsvoller kan lesgeven aan de kinderen. Daar zitten ook zeker hele goede ideeën tussen. Als we het hebben over de driehoek kind, school, ouders. Hoe meer dat de ouders en de school op één lijn zitten, hoe groter de kans dat het kind een betere leer- en leefomgeving krijgt. Inhoudelijk was ik het heel erg eens met Pedro. Ik was ook echt blij met zijn oproep om vooral te gaan inzetten ook op die verdere kwaliteit van zomerscholen. We hebben nu al heel wat steden en gemeentes waar zomerscholen worden ingericht. En een volgende stap is ook echt die kwaliteit gaan bewaken. Meer doelgericht nog gaan werken om ook wel die leerwinst naar omhoog te krijgen. Want dat is toch wel het oorspronkelijke doel van de zomerscholen. Om die kinderen die mogelijk een achterstand hebben, om daar eigenlijk een voorsprong van te maken voor het nieuwe schooljaar in plaats van het inhalen van het oude schooljaar. Een van de belangrijkste redenen waarom we zomerscholen doen, is om leerachterstand en ongelijkheid weg te werken. Als je daar niks over weet, want dan gaat het wel over leren, dan weet je in feite niet of je zomerschool meerwaarde had. Ja, die netwerking is enorm belangrijk. Het is heel belangrijk dat we van elkaar weten, als zomerscholen, als scholen die soms zijn op zomerscholen, als lokale besturen, als brede schoolorganisaties, als beleidsmakers, dat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn, welk project we hebben en dat we daarover met elkaar uitwisselen, dat we elkaars project leren kennen. Dus in die zin is dit initiatief bijzonder geslaagd. Ik vind dat zomerscholen een van de mooiste projecten die ik al gedaan heb. Ik heb er zeer veel energie in gestoken. Maar als je jonge mensen meer kansen geeft, dan doe je een upgrade van de maatschappij. Ik hoop dat de meeste mensen het gevoel hebben gekregen dat ze echt wel ook mee een verschil kunnen maken. Je merkt dat er in Vlaanderen een zeer grote bijlesindustrie is voor jongeren die op school minder makkelijk kunnen volgen. Maar natuurlijk, die bijlessen die staan open vooral voor ouders die wat kapitaalkrachtiger zijn. Ik denk dat het ook belangrijk is dat er een aanbod is voor ouders die zich dan niet onmiddellijk kunnen permitteren, maar dat ook hun kinderen op 1 september stevig aan de startlijn kunnen verschijnen doordat ze de ondersteuning hebben gekregen waar zij ook recht op hebben. En daar kunnen zomerscholen toe bijdragen.